allemaal, super tof dat jullie kijken. Ik wil weer een gloednieuwe vlog. Mythisch Vlogs. Ja, dames en heren, zoals jullie kunnen zien, ik ben vandaag helemaal even in het rood. Zeker weten, want het is prachtig weer vandaag. Het is echt een officieel voor mij is het vandaag zondag, maar voor jullie is gewoon waarschijnlijk of een zaterdag of een zondag. Het is zomer. Het is volgens mij voor jullie ook zondag. Goed. Dus lekker weertje, we gaan vandaag even lekker doen wat mijn zus heeft geregeld. Ik heb het dit keer niet zelf geregeld. Dit keer heeft mijn zus geregeld wat we gaan doen, maar dat ga je straks ook allemaal zien. Maar ik zit hier op mijn terras. Lekker even chillen. Kijk, mijn zus heeft bloempjes hier. Het is super leuk hoor, dank je wel. Grappig. Ik heb het lang niet meer gedaan. Maar... Ja, ik weet ook wel wat het is, maar ik hou jullie nog even. Ik hou de kijkers nog even lekker in spanning. Ik weet zelf ook wat het is, maar inmiddels. Maar ik hou jullie nog even in spanning. Zo mensen. Ja hoor, ik mag weer even achterop. Op naar de golfbaan. Dan gaan we even midget golven. Kijk jullie aan en ik zeg wow. Superleuk. Het weer is ook mooi. Wat doe je dan weer? Ik zie jullie zo, bij de golfbaan. Zo mensen, komen we gelijk aan bij een soort van Efteling-achtig parkje. Maar daar is het golfparkje, zeg maar, daar gaan we even een potje golven. Tenminste, ik ga mijn best doen. Zo mensen, we zijn ondertussen de kaartjes gekocht. Hier zie je het lijstje staan met 18 holes. En dan moet je eigenlijk zorgen dat je dus 17 of 18 keer op één hole slaat. 7 keer. 17 volgens mij. Ja, oh nee, 7 keer. En dan moet je proberen om het zo goed mogelijk in te krijgen. Dus ik ben benieuwd. Jullie gaan het zien en ik ook. Nou, dan gaan we dan mijn allereerste keer mensen. Ik heb het echt nog bijna nooit gedaan. Dus als ik het niet kan, mag het me niet uit. Want ik heb het bijna nooit gedaan. Oké, moet daar tussendoor mag je één warp doen. Daar gaan we. 3, 2, 1. Ik zei het, ik heb het nooit gedaan. Als naar deze kant. 3, 2, 1. Dit is nog maar de eerste en ik heb al 2 keer geslagen. Godsamme. 3, 2, 1. Je concentratie moet hebben en als ik dat nou niet echt mijn sterkte voor concentratie. Ja, zit je er niet zo stom te lachen. Hoeveel waren het er nou? 4 slagen of zo? Ja. Zo mensen, dan mogen we het hier op gaan schrijven. 4 slagen. Nummer 1. Doe het even op de stoep. Ja, dat is wel beter, ja. Zo. Dat is niet op mijn handschrift is een beetje scheef, maar ja, nummer 1, 4 slagen. Nou, moet je wel lekker op. Doe het niet beter. Ik heb het gewoon niet geweten. Hey, je hebt al 3 keer geslagen, hè? Oké. Okay. Ja. 4 keer, 5 keer. Waar is die? Dat is het verdopt. 6 keer, 7 keer. Nee, waar is die? Hij zit serieus helemaal verstopt volgens mij de onder. Oh nee, de onder, ja. Ik heb hem al. Oké, je hebt 5 keer geslagen. 6 keer. Nou, op deze manier gaat het me wel lukken hoor mensen. 7 keer. 8 keer. Hij wil niet. Lekker bezig. 9. 10. Moet je opschrijven. Oh shit, je hebt gewoon 10 slagen. Nou, dan zit ik op het moment nog goed in de wind mensen. Lekker bezig. Oh shit mensen, ik had gezegd dat nummer 1 heftig was, maar ik heb het nog niet eens gehad over nummer 2. Moet kijken, hier zit helemaal een bocht in. Het zou wel episch zijn als ze hier zo in één keer doorheen gaat. Ja, het zal echt wel vet zijn. Ik zal eens even kijken. Oké, hoe episch zou het zijn als deze in één keer doorheen gaat? Het zal echt wel super nice zijn. Hey, wegrollen. Oké. Okay. Mijn schoen. Daar gaan we. 3, 2... 1. Oké, moet nog even iets harder. 3. Dat is 1 slag. 1. 2. Wat is dat? En Max maakt het niet gelijk moeilijk, maar je maakt het gelijk een beetje moeilijk. 2 slag.
3. Ah. Kom eens hier. Wat is het? Ja, dan gaat hij nergens. Dat is mijn poging. Godverdikkie. Lekker bezig, Mitch. 4, 5. Gosh. Hoe moeilijk hebben ze die baan gemaakt hier, man? Dit is geen gewone golfbaan. 6. Oh yeah. 6 keer. Na een tijdje lukt het me wel. 7. 8. Wauw, in 8 slagen, mensen. Hoe kan dat? Zo'n moeilijk ding in 8 slagen. 8 keer. Netjes gedaan. Daar ben ik weer. Oké, dan is Miran. Laat hopen dat ze het niet beter doet dan ik. Helaas. Zie je, dat is toch niet zo makkelijk als het leek, hè? De eerste was wel makkelijk. Nee. Wat zeggen, dat helpt niet, hè? Niet voetelen. Oké, 1, 2, 3. Hoeveel slagen had ik eigenlijk? Jij had er 10. Jeetje. Nee, je hebt er 8, sorry. Ga maar kijken op het lijstje. Ik ben echt wel benieuwd wie er uiteindelijk aan de winnaar wordt, hoor, mensen. Dat is. Wat zie je op het eind dan? Ik zou het harder gaan slaan en wat rechter gaan slaan, dat lukt beter. Hoeveel heb ik nou geslagen? Ik heb geen idee, volgens mij heb je inmiddels al 8 of zo geslagen. Netjes hoor. 10. Hehe, 10 slagen, we staan gelijk. Wauw, mensen, het lijkt alsof het echt alleen maar ingewikkeld en ingewikkeld wordt. Dingen. Ja, moet je eens kijken. Een net. En daar moeten wij dadelijk ook in gaan gooien. Ik dacht dat het alleen maar makkelijker werd, maar. Dit is echt de moeilijkste golfbaan die ik ooit gehad heb hier zo. In Borklo. Heel bijzonder. To leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the road and drive real far. Put that record on me, dark. Oh, I'm dreaming. Holy shit, mensen, ik kan het gewoon niet geloven. Hij zit er echt in. Hoe dan? Ik had het echt niet verwacht, hoor. Weet je hoe net het is? En om er dan in te schieten. Super netjes, hoor. Hey, dat had ik echt niet verwacht. Zo, mensen, we zijn nu aangekomen inmiddels bij nummer 4, zoals jullie kunnen zien. En die ziet er heel stuk makkelijker uit. Want hier moet je gewoon een bal recht doorslaan en dan rechtsaf. Dus dat ziet er al een stuk beter uit als die en die en die. Ik snap ook niet waarom ze deze niet als eerste hebben gedaan, want meestal beginnen, dat zie je toch bij golfbaan, dat ze van die gemakkelijke dingen eerst doen en dan ze daarna pas wat moeilijker maken, om het zo te zeggen. Maar ja, blijkbaar niet. Blijkbaar beginnen zie je gewoon met van moeilijk naar ietsjes makkelijker. Tenminste, het ziet er nou redelijk makkelijker uit, moet ik zeggen, maar of dat ook zo is, dat gaan we zien. Dat betwijfel ik. Weet je wat ze zegt, jongens? Ze zegt,
Oké, ga jij dan maar eerst, want net bereik je ook gewoon in één slag. En nou wil ze mij liever voor zijn dat ik als eerste ga, dan ben ik al sneller klaar. Maar dit is weer zo'n op zich een makkelijk, het is een Harry Potter teken. Maar goed. Ik blijf wetsen, schieten. Oké, wat? Oké. Dit ging hier niet helemaal volgens plan. Ik kan het beter, maar dat ga ik nu wel laten zien. Ik ben er nog steeds niet heel goed in golf, maar ik heb het al serieus één slag. Daar gaan we. Kijk, rustig slaan, dan breek je meer. 2 slagen. 3. En daar is er nog eentje, dan hebben we. Gewoon heel tof zijn. Ik zei toch, de golfkoning, ik heb nog nooit gedaan van mijn hele leven. En zeg je heel eerlijk, maar. Dit is toch niet, jongens. Lekker man. Hey Miran, hoeveel sta ik? Binnenkant. Wie staat ervoor? Ze kan het niet zo goed hebben dat ik vooraan sta. 2. Geniaal dit. Ja? 2. Goed bezig. En ik zal je even snel de scorelijst laten zien. Ja, nog een keer. Kijk, dit is mijn lijstje. Deze, nu zie je al dat het heel weinig is. En dat is Miranda's lijstje. 10, dat zijn dus 10 slagen. En je mag overigens. Yes. Moet je proberen. Oké, dus moet je proberen om zo min mogelijk slagen te maken. En dan, degene wie dan het minste geslagen heeft, die heeft uiteindelijk gewonnen. 6. En ik ga lekker, moet ik zeggen. Is te lachen, hè, gooi het aan de verkeerde kat. Kut golfbaan. Dit is een saluut dan. Dit is wel echt een afgang voor dit. Goeie golfbaan. Graag tochten. Hoeveel keer heb je nou gegooid? Geen idee, maar het zit er niet. Het is niet gegund. Hoe kun je hier nou positief blijven? Ik denk 10 keer. Nou, ik tel hier niet meer mee. Wat ding. Hij gaat heel de. Oh, je moet in de midden gooien. Ja, dat probeer jij. Ja, hoe wil je hier ook inkomen? Je moet hier. Hier. Ja, deze is echt lastig, man. Moet je kijken, mensen. Serieus. Je moet dit gat komen. Ja, dit gaat toch niet werken, jongens. Ga ik proberen. Je moest dus vanaf daar helemaal in dit gaatje zien te komen en dan in het rondje. Ja, dat is ook onmogelijk. Dat kan toch niet. Hé, dikke cabrio. Nice. Maar dat gaat toch niet werken, man. Nou, hoe eenvoudig was het allemaal zo, Miranda? Ja, zo kan ik het ook, hè, flapvol. Nee, dat telt niet. Dat telt niet, dat mag ik ook niet. Ik heb het netjes vanaf daar gedaan. Maar deze tel ik gewoon mee als van niet kunnen. Deze kan niet. Dit is onmogelijk. Moet je eens omhoog, dan moet je in een speciaal rondje. Dus deze telt niet. Deze telt voor spekkenbonen. Oké, mensen. Deze wordt helemaal mooi, want... Je moet je over 2 heuveltjes heen en dan moet je hem serieus in deze grindbak gaan slaan. Nou, dat wordt nog wat. Kom. Ik zou deze wel iets harder slaan. Deze lijkt wel namelijk iets makkelijker. Ja. Je zit geen gaatje in, maar je moet je gewoon echt in het
in de grindbak slaan. Probeer nog maar eens een keertje. Lijkt makkelijk als je zo kijkt, maar... Oké, dat is iets te hard. Dat hoeft ze nou ook weer niet. Eén, twee. Ja, dan moet dus echt iets harder gaan slaan, want zo werkt het natuurlijk nooit. Ja, maar dan sla ik het tegen je. Jeetje jongens, je komt hier wat tegen hoor. We zijn een beetje gaan het midget golven hier zo. En we komen in één keer een dood vogeltje tegen, moet kijken. Kijk. Jeetje. Ja, niet aan zitten, viespeuk. Kijk, nee, dat is niet vertel maar. Zie, hij is dood. Baba. Nou, even de kop eraf halen. Nee, viespeuk, je bent er geen dierenbeul. Nee, joh. Al is hij al dood. Nee, joh. Nou ja, rust en vrede. Go. Ja, zo kan ik het ook, hè. Twee, drie. Zo mensen, we zijn inmiddels aangekomen bij de final. En als ik het lijstje mag geloven, dan gaat het toch best lekker met mij. We zijn nog bezig met de laatste. Ik ga die neerleggen. Ben je er klaar voor? Ga je dit in één shot lukken? Vanaf hier naar daar zo. Ben wel eens benieuwd. Of ik dat ga halen? Ja, de laatste actie is dit. 1, 2, 3. 3 shots, oké, nou gaan we zien wat ik doe. Oké, dat is het nou dan mensen. Final, gaan we kijken of we deze kunnen halen. Dat denk ik niet. Pots. Ik ben echt benieuwd, als we dit gaan halen, in één keer, dan echt, het zal zomaar voor de vlog zijn, maar 3, 2, 1. Helaas. Nou, ik kom in de buurt. 1, 2. Ik ga toch niet mee, in de laatste ronde, dat het zo'n afgang wordt. Maar het kan nog alle kanten op, hè, met de puntentelling. 2 slagen. Okay. 3. Oké. 3. Gaat het met jou te halen of niet? 3 slagen! Oh ja, ja. Oh nee, het is 4 slagen. Mensen, ik ben geëindigd met 4 slagen. Maar dat heeft natuurlijk nog niks, geen invloed op de puntentelling. Want die ga ik jullie zo laten zien. Ik ben heel benieuwd wie er gewoon. Heel spannend wie heeft uiteindelijk dit potje in deze vlog gewonnen. Jullie gaan het allemaal zien. Dus echt, tot zo. Goed, zijn jullie klaar voor de puntentelling? Daar gaan we. Eens even kijken. Zal ik beginnen met jouw lijstje? Mag. En kijken wie er gewonnen heeft. Oké, Miran, weet je hoeveel punten je hebt gescoord? 73. Tering. Dat is nog wel wat. En nou wordt het spannend, nou komt hij van mij. Ik ben echt benieuwd. Moet je even onthouden, hè? Hoeveel punten had je? 73. Oh, moet je dat niet even opschrijven? Ja, dat is wel handig, want anders vergeet ik het weer. Ja, ik ook. 73 punten. Tering, dat is veel. Als ik het vergeten ben, dan kan ik altijd terugkijken in de vlog. Ik heb het ook in de vlog genoemd. 73 punten, oké. Spannend, daar gaan we. Heeft Miranda gewonnen of heb ik gewonnen? Daar gaan we. A few moments later. 63. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. En? Oké, ik ben eruit. Ik heb de punten denk ik bij me opgeteld. En degene met de minste punten, die heeft gewonnen. Zijn jullie een beetje benieuwd wie er heeft gewonnen tussen mij en Miranda? Ik heb de puntentelling hiervoor. Miranda had 73 punten. Onthouden, 73. En ik, hoeveel ik heb... Ze is helemaal zenuwachtig. Ik, hoeveel ik heb... 70. Heb jij meer? Nee. Heb jij minder? Nee, ik heb minder. Dat betekent dat ik heb gewonnen. Godverdomme. Mensen, ik heb alles bij elkaar opgeteld en het scheelt 3 punten. 3 hele punten, dus uiteindelijk... Ik ben de winnaar.
En dat voor iemand die nog nooit eigenlijk heeft gegolfd, tenminste of heel weinig. Ik heb weinig tot nooit gegolfd en nu serieus, met 3 punten verschil, versla ik mijn zus gewoon. Nou jongens, ik heb ook al afgesproken, we gaan hier wel vaker naartoe, dus misschien dat ik zelfs lid ga worden hier om wat vaker te gaan golfen. Of misschien de bowler zelf, je hebt ook nog een bowlcentrum. Ga zo even vragen. Dus dan gaan we vaker wedstrijden houden. En dit potje, deze vlog win ik, maar misschien het volgende potje wint mijn zus. En mochten jullie ooit een keertje tegen mij willen golven, laat me even weten in de reacties, want kijk of jij mij kan verslaan in het potje golven. Het is een best ingewikkeld golfterrein, om dat even voor te zeggen, het is hier heel, wat is het? Dus je denkt dat je aan het begin van een golfbaan dat het dan makkelijk is, omdat je natuurlijk begint, maar het is gelijk al een next level. Dus je moet er echt wel goed tegen pittig kunnen, want het is hier echt pittig. Maar goed, mocht je dus een keertje tegen mij willen, stuur me dan een berichtje en anders ga ik het nog een keertje tegen mijn zus doen. Zeker weten. En we gaan nog een keer bowlen, dus dat komt goed. Ik heb in ieder geval dit potje gewonnen. Super nice. Met een prachtig weer. Hoe wat doen we? Nou, dat was het weer. Dag, golfbaan. Bedankt voor je winst. Zo, mensen, moet je kijken naar een lekkere bakje. Jeetje. Je zou maar serieus zoveel centjes hebben, hè? Holy shit. Holy shit, mensen. Ik kan er maar gewoon niet aan wennen. Iedere keer opnieuw schrik ik van jou. Maar ja, dat heeft wel een goed teken. Met goede bescherming, hoor. Zo, mensen, dan heb ik toch weer een lekker dagje zo. Gewoon mijn eerste keer golf en ik win gelijk. En we zijn ook maar net op tijd, want het begint nu een beetje bewolkt te worden. Dus hoe mooi we het hebben. Zo mensen, ik heb weer echt een topdagje gehad vandaag. Ik hoop dat jullie allemaal weer een beetje hebben genoten van de vlog, van het golfen. Ik echt nog steeds ongelooflijk mensen dat ik heb gewonnen. Dat had ik echt nooit kunnen bedenken. Dit ga ik ook zeker vaker doen, dat lijkt me echt tof. Maar ik heb ook nog wat anders leuks, namelijk, ondanks dat we over een paar weken inderdaad de Dutch YouTube Gathering hebben, dat is volgens mij over 3 ongeveer weekjes, volgens mij wel, dan gaan we ook wat anders, er komt ook nog wat anders doen. We gaan ook namelijk naar Enschede en dat heeft te maken met een televisieuitzending. Wat dat precies is en hoe en wat, dat ga ik je allemaal dan tegen tijd in de vlog laten zien. Dus ik zou zeggen, hou zeker weten, even de vlogs in de gaten, het wordt echt mega vet. Maar ja, ik maak er helemaal leuke vlogs. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Maar goed, dit was in ieder geval wel weer de vlog ook weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie allemaal weer een beetje van genoten hebben. Ik zeg, vind het zeker weer allemaal niet een blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden, sorry, het gedaan. Dan check ik jullie bij de volgende vlog om 5 uur gewoon weer op mijn kanaal. Met die vlogs. En dan gaan we nogmaals iets super, super, ja, leuks doen eigenlijk. Zoals altijd. Dan wil ik tenminste het idee gaan uitvoeren met de touw. En of het gaat lukken, dan zie je dat in de volgende vlog. Tenminste, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Blauw duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, hier beneden je het gedaan. Dan check ik jullie bij de volgende vlog om 5 uur gewoon weer op mijn kanaal, met vlogs. En natuurlijk, zeg ik zoals altijd, en ook vandaag, peace out!